Hallo kidoki allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. De eerste video die ik opneem in mijn nieuwe huisje. Ik ben nog een beetje aan het experimenteren met leuke achtergronden. Wat is leuk, wat is niet leuk. Dit is mijn slaapkamer. Ik wil hier eigenlijk nog lampjes ophangen en nog iets van de schilderij. Dat toch net de aankleding even wat leuker is dan nu. Maar ja goed, ik zit nog volop in het klussen en in het verbouwen en in het opruimen en het doen en het hannesen zeg maar. Dus voorlopig zullen we het even hiermee moeten doen. Ik heb bij de Action een Max & More Essentials Kit gekocht. Essential Gift Set. Ik weet dus niet of dit alleen voor de kerst is of dat het altijd te koop gaat zijn. Staat er ook niet op. Alleen dat het 5 limited edition make-up producten van de Action bevat van het merk Max & More. Laat even weten wat je van deze achtergrond vindt. Wat ik al zei, ik moet hem nog een beetje opleuken. Maar ik wil ook een keer in de huiskamer gaan zitten. En hier voor mijn beautytafeltje. En ik heb allerlei wilde ideeën in mijn hoofd. Maar ze moeten er nog eventjes uitkomen. Als je op een nette manier, een nette vriendelijke manier, onderstrepen. Je feedback geeft, mag je altijd feedback geven. Geef gewoon aan van wat je wil. En doe dat een beetje op een aardige manier, dan wil ik er heus wel iets mee doen. Overigens is jouw advies niet bindend, wil ik er ook nog even bij zeggen. Mensen denken van, oh, als ik een advies geef, dan moet ze er iets mee doen. Nee, zo werkt het niet. Ik doe iets met de adviezen, maar ik kijk wel zelf wat ik er ook van vind. In ieder geval, er zit een oogschaduwpalet in, een lip liner, een mascara, een kwastje en een lipstick. Als we nou echt zeggen, is dit nou Essentials, dan denk ik van niet. Want ik vind Essentials een mascara, een wenkbrauwproduct en een lipproduct. Dat vind ik Essentials. Ik vind een lip liner en een lipstick niet echt Essentials zelf. Maar goed, ja, weet je, dan zou ik in ieder geval het oogschaduwpalet en de lipstick en de lip liner, een van de twee, hebben gekozen. Maar goed, het setje kost €5,80 en we gaan het gauw openmaken. Ik heb de rest van mijn make-up trouwens al op. Ik moet weer een keer naar de kapper om mijn haren te laten verven en om mijn wenkbrauwen te laten doen. Ja, niet bij de kapper, maar bij de schoonheidsspecialist. Maar ik heb op dit moment zoveel kosten dat ik gewoon even het, ja, prioriteit moet stellen aan andere dingen. Hoe gaan we dit openmaken? Dan zit dit er dus in. Allemaal limited edition producten. Nou, ik denk dat de lipstick, lip liner en mascara gewoon andere verpakkingen zijn. Maar niet echt specifiek limited editions of zo. Het oogschaduwpaletje. Daar zit weer zo'n stomme sponsapplicator in. Dat doet me een beetje aan een naked palet dus denken. Beetje dichterbij. En we gaan eens kijken wat we ervan kunnen brouwen. Ik pak wel even mijn eigen kwast en een eigen spiegeltje. Ik ga eerst eens kijken wat ik van de swatches vind. Ik pak zomaar even willekeurig wat kleuren. Een matte kleur, die is een beetje chalky, maar op zich wel goed gepigmenteerd. Not bad, een shimmery kleur. Die is al helemaal mooi. Oeh, die vind ik echt mooi. Check. Check, check, check. Heel mooi. Nog een donkerdere shimmery kleur. Oh, die is niet zo heel erg veel donkerder. Die ligt eigenlijk wel heel dicht bij elkaar. En de pen lijkt die toch wel anders. En dan nog een donkere matte kleur. Niet zo'n heel denderend pigment, maar toch ook niet heel slecht of zo. Ik heb oogschaduwbasis op. Eens kijken of ik een beetje... Net even iets beter heb ik het idee. Ik heb een oogschaduwbasis op en ik ga gauw aan de gang. Ik ga deze kleur die ik net geswatcht heb als overgangskleur aanbrengen. Het lijkt ook een beetje op die paletten van Makeup Revolution. Die ook dupe zijn. Oeh, heel poederig. Die ook dupe zijn zeg maar voor de Naked palet. Ik zoom er een beetje in. Het is een heel warm oogschaduwpalet. Natuurlijk heel mooi is voor de kerst. Maar het past niet zo goed bij mijn trui. Maar goed, helaas. Dan moet ik maar een andere trui aan doen. Not bad at all. Eigenlijk heel erg goed zelfs voor een overgangskleur. Wel heel poederig. Ga ik deze kleur... Die warm, ja, nierkleurachtig ding. Wat is het? Die ga ik
in de crease aanbrengen. En ik denk dat hij een beetje rood gaat uitpakken. Zo'n vermoeden heb ik. Ik was over het palet wat in het standaard assortiment van de Action zit niet zo heel tevreden. De kleuren swatchten wel goed, maar ik kreeg ze gewoon niet op mijn oog. Dus ik hoop dat hier de kwaliteit beter van is. Het palet kost ook maar €1,99. Maar deze omgerekend met alle dingen samen ook. Nou, blend niet aan elkaar weg. Weet je, niet slecht hoor. Wat ik wel echt mis in dit palet, dan hebben ze 4 kleuren, matte kleuren die heel erg op elkaar lijken. Maar niet echt een highlighter kleur of zo. Dus niet ook niet iets wat je in de binnenste ooghoek kan doen. Maar ik ga even kijken. Ik ga denk ik deze kleur op mijn hele ooglid doen. En dan die een beetje in de buitenste. Niet buitenste outer V, maar ja, op de rand van mijn bewegend ooglid. Dan ga ik lekker met mijn vingers doen. Heel mooie koperkleur. Het past totaal niet, wat ik al zei, bij de kleding die ik aan heb. Maar dan moet ik daar maar even iets anders aan doen voor de volgende video. Maar kijk dit pigment, jongens. Echt heel, heel mooi, vind ik. Helemaal niks mis mee. Gewoon droog aangebracht, hè? Niet eens nat of zo. Beautiful, vind ik. Ga ik die donkere kleur ernaast aanbrengen. Oh, die is echt heel donker. Maar het geeft wel wat mooie definitie. Wacht, ik heb een kwastje. Jongens, heb ik niet voor niks een kwastje gekregen. Daarmee ga ik toch nog een keer die donkere kleur aanzetten. Dat is jammer dat ik daar nou niet eerder aan gedacht heb. Maar ik zie wel dat het kwastje in de korte tijd dat ik het gebruik, dat het kwastje het product wel goed oppakt en goed aanbrengt. Even nog een keer die koperkleur. Ja, jammer dat ik het al heb aangebracht voordat ik erachter kwam. Echt helemaal niet slecht dit. Wat ik al zei, ik mis een highlighter of iets voor het binnenste ooghoek, zeg maar. Of voor het binnenste derde van je ooglid. Zo, even een eyelinertje aangebracht. Is natuurlijk nog wel de vraag van hoe doen ze het gedurende de dag. Gaan ze niet in elkaar overlopen of wat dan ook. Maar tot op heden ben ik echt helemaal niet ontevreden. Ik vind de diepte die je ermee kan creëren mooi. Ze hadden er nog een zwarte kleur bij kunnen doen. En ik mis nog wel wat andere kleuren die ik er graag in zou hebben gewild. Maar goed, weet je, voor zo'n essentials kit is dit gewoon hartstikke prima. Gaan we over op de mascara. Alle verpakkingen zijn lekker in het rood. Moet je van houden, maar het heeft natuurlijk wel een beetje een kerstsfeertje. Er staat verder niks op, alleen mascara. Black. Ik denk dat het gewoon dezelfde mascara is die gewoon in het assortiment zit. Die vind ik niet slecht, maar ook niet goed. Ik heb veel betere mascara's. En dan denk ik, geef een euro extra uit. En je hebt een mascara van Essence, die ik super goed vind. Maar misschien is deze toch anders. Ik weet het niet. Ik denk het niet, toch? Hij maakt mijn wimpers zwart. En meer dan dat doet hij niet. Ik moet zeggen, ik had er ook niet meer van verwacht. Want wat ik al zei, het is echt exact hetzelfde product als in het vaste assortiment. Niet slecht, maar geef een euro meer uit wat ik al zei. En je hebt een Essence mascara die gewoon vele malen beter is. Ik ben nou helemaal fan van deze. De 24 Hour Bold Volume Mascara van Essence. Helemaal geweldig. Ik vind de Lash Princess nog steeds geweldig. Die Mega Volume mascara's vind ik fantastisch. Maar ja, goed, weet je, prima voor zo'n setje. Nog 2 producten. Een liplinertje. In de kleur Ruby Romance. Dat is trouwens wel een limited edition kleur. Want die hebben ze volgens mij niet in het vaste assortiment. Ik zit helemaal onder. En dit is dezelfde kleur. Oh, dit is wel een hele mooie. Ik dacht dat die knalrood zou zijn, maar... Dat is wel echt een hele mooie. Lip pencil. Ja, ik heb hier nog foundation op mijn hand zitten. Niet schrikken. Ik ben niet gewond of zo. En dan de lipstick ernaast. Kijk, we zien even kijken hoe romig dat die is. Of hij... Oeh.
Hallo pigment. I like you. Dan gaan we het lippenpencil aanbrengen. Past ook mooi bij de ooglook die je ermee kunt creëren. I like this combo. Ja, heel mooi. Echt een hele mooie combinatie. Wat ik al zei, voor een essential set had ik één van de twee gedaan. Ik denk dan gewoon alleen een lipstick of zo. Maar ja, weet je, om het even. Is dit de uiteindelijke look geworden? Ik ben eigenlijk helemaal niet ontevreden voor de 4,80 die je betaalt. Vind ik het een leuke set. Leuk om cadeau te geven met de kerst voor onder de boom. Ik had hem ook heel graag bijvoorbeeld voor Sinterklaas. Zou ik ook niet erg gevonden hebben als ik hem daarvoor had gekregen. Wat ik al zei, ik moet nog een beetje spelen met de belichting. Misschien toch softboxen, want ik heb er nou voor gekozen om dat niet te doen. Maar misschien is het dan toch een beetje te donker. Anywho, ik moet nog even kijken. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet je niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog. En heel graag tot de volgende keer. Doei!